Ethisch kunnen we op een paar duizend uitkomen, alleen dat lijkt me echt niet haalbaar. Nou, je hoort het Ralf, 10.000 klompen. Ja. 20.000, hè, het zijn paren. 20.000? 20.000 klompen. We werken even door s'nachts. Wij hadden een verzoek van een arts uit het Erasmus van, goh, wij willen iets met een klomp. Ik heb een klomp en daar wil ik eigenlijk een plaatje op. En toen dacht ik van, is het niet leuk om de artsen een hart onder het riem te steken, om een groot gedeelte van de klompen te gaan doen. Omdat jullie zo veel werk voor ons verzetten en natuurlijk zo druk bezig zijn met de coronapatiënten, wat natuurlijk een verschrikkelijke tijd is en een verschrikkelijke crisis. Ik denk dat de patiënten het heel prettig vinden. Wij zijn toch een soort grote waas van isolatiebeschermingsmateriaal die steeds binnenkomt bij patiënten. En als je dan kunt aangeven, net was hier die dokter met de kersen op de klompen, dan is in ieder geval terug te vinden wie er eigenlijk bij jou binnen is geweest. Nou, het is nog niet zo makkelijk, want we moesten eerst pennen hebben. Nou, toen zijn we naar het bekende Harrods gegaan en die gingen speciaal voor ons open. Dus die gingen ons helpen met de juiste pennen. En dat was nog even een beetje uitvogelen, want de huid is toch wel wat anders als een harde klomp eigenlijk. En wij zijn geen klompenmakers, we doen ook nooit de klompendans. En natuurlijk gaat het in overleg met de heren van Tattoo Bob welke getallen we kunnen aanleveren. En hoeveel zouden dat er kunnen zijn? Nou, het Erasmus heeft 10.000 medewerkers. Die lopen niet allemaal op klompen, maar theoretisch kunnen we op een paar duizend uitkomen. Alleen dat lijkt me echt niet haalbaar. Nou, je hoort het Ralf, 10.000 klompen. Ja. 20.000, het zijn paren. 20.000? 20.000 klompen. We werken even door s'nachts. Zo, Erasmus MC en alle specialisten die verschrikkelijk hard werken, hierbij de opgevrolijkte klompen van Tattoo Bob. Ik hoop dat het een klein beetje licht in de ellende brengt. Ik wens jullie veel sterkte en dank voor hetgeen wat er allemaal gebeurt betreffende het coronavirus. Succes!